wij zorgen toch voor een goede 100 karatten voedsel. Waar toch 400-500 mensen van eten. En dat in de gemeente Barneveld, dat is al een hele hoop, ja. Ja. Het is eigenlijk wel triest, hè, dat het in de gemeente Barneveld, overal natuurlijk, dat er een voedselbank nodig is. Ja, ben ik met je eens. Maar ja, het zijn soms bepaalde omstandigheden. Het kan zakelijke problemen geweest zijn. Het kunnen problemen geweest zijn in de relatiesfeer. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel vluchtelingen die in de gemeente Barneveld terechtgekomen zijn. En die dan niet in het arbeidsproces zitten. En toch wel graag wat eten willen hebben, ja.